wanneer een paradijs zich opent. Je ziet wel waar het zich weer sluit, of niet? Dat sluiten, niet dat zien. Het kind ligt helemaal tot en los in een mandje. Moet je ook nog horen. Je wilt een eigen baan je kop eraf slaan. Maar ja, waar komt die kop anders terecht dan in die kop? En wat moet je met twee koppen? Je bent al zo moe dat je blij bent dat in die blik tussen brievenbus en parkeerautomaat die blik alweer gestorven is. Ook al pruttelt er in de zon van je gedachten nog een poging tot geloof dat in zijn broekzak, gekoesterd door zijn linkerhand, jouw blik hem vergezeld. Naar de kiosk, de boerenmarkt, het liefst natuurlijk de kantoorboekhandel. Tegen mijn wil in moet ik rechts wegspelen, pijnigt hij zijn, wat, zijn linkerhand? En wurgt die blik. En jij kunt slapen. Glimlacht wellicht. Vlak na tussen brievenbus en parkeerautomaat. En kijkt hem na. Hij is nog geen 40 meter ver. En die neergestorte ontmoeting maakt een zachte landing in jouw blik. En al wordt hij dan niet opgevangen, weet dat dan. Dat ik het ooglid ben waarmee die blik wordt opgevangen, opgeslagen in het geheugen. Waarmee al die ogen, al die blikken tot één zich herinneren. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet zeggen. Maar het gaat om dat waar zonder wij wat moeten we als het alleen maar een woord blijft, dan heeft dat niks te maken met wat dat woord wil zeggen. En aangezien ik geen woord kan zijn, laat mij dan stamelen. Zoals ik ooit de lichtjes van het vliegtuig dat overvloog weerspiegeld zag in, ik weet ook niet hoe, in het spierwitte plafond waar ik naar lag te staren toen ik me afvroeg hoe ik ook jouw slaap kon zijn. Maar geef niet op, kniel desnoods, leg je op de grond, armen en benen gespreid, bijt in het stof. De hemel hangt over je heen, wie weet dat je vandaar een zachtjes kreunen. Denk aan die man die je uiterst beleefd verzoekt te antwoorden op die ene vraag. Waar die ene gracht zich nu eigenlijk bevindt. Het is donker, het regent, wie weet is het toet, de thuisdelen. Je ziet twee kaarsjes waar zijn ogen zitten, je steekt ze aan, tevergeefs. Of die ander tussen Amstel en Centraal die zich tenslotte niet kan beheersen en jou opscheept met, je weet het gaat komen, wapent je alvast met, oh, schattig zeg, goh, en zo groot al, hé, ouwe! Twee rijen, schot en schepen, grafstenen, duik uit de portefeuille op! Twee kindjes lachen de wereld toe, bezweren de wereld, proberen de wereld te temmen met het enige dat ze de wereld te bieden hebben, vooralsnog, grafstenen, tandjes dus, en een jeugd die jij God zij gedankt! Doe niets, veeg uit, kijk naar het zaad op je buik. Hoor het wegsterven van de echo van je laatste verweer. Duik weg. Ik ben het onderdak. Vang de val. Want dat is natuurlijk altijd die beweging die ik perspectief verschaf. Ja, en dat, natuurlijk is er ook nog voetbal. Of gokken. Of kook. Of ben je een lulinstelling. Of, maar wat is er anders en wat is er meer? Zie je die vrouw